Ja, we zijn hier vanmiddag op het jaarlijkse schoolhockeytoernooi van de gemeente Heusden. Dus we hebben hier achter mij volgens mij 177 kinderen die vandaag lekker aan het hockeyen zijn. Het is de 12e editie van de schoolhockeykampioenschappen die worden gehouden op de velden van VMHC. De hockeyclub uit Vlijmen organiseert dit toernooi samen met hockeyclub MHCD uit Drunen en Stichting De Schroef. We hebben veel overgespeeld met elkaar en we hebben natuurlijk gewonnen. Met 3-0. We moeten nog wel een beetje beter worden en de rest van de kinderen waren best wel goed eigenlijk. Ja, we mogen nu nog op, als bedankje op het springkussen. We hebben al 2 keer gewonnen, super nice en ja, het is een top toernooi. Het is een gezonde balans van kinderen die al op hockey zitten. Dus die al lid zijn van een hockeyvereniging in Vlijmen of in Drunen. Kinderen die het voor de eerste keer vandaag doen. En dus op deze manier laagdrempelig met de hockeysport kennis kunnen maken. De bedoeling is dan natuurlijk dat ze misschien terugkomen. Nou, dat zou wel leuk zijn. Ja, het is wel één van de doelen van zo'n dag als dit. Natuurlijk het primaire doel is dat de kinderen gewoon lekker kunnen bewegen, kunnen sporten en gezond bezig zijn. En plezier hebben. Maar het zou mooi zijn als er daarna ook nog een paar jongens of meisjes lid worden. Het aantal hockeyleden neemt landelijk gezien namelijk af. Vooral in de jongste leeftijdscategorie. De hockeyclubs merken vooral minder aanwas van jongens die op hockey gaan. We zien wel dat meisjes wat meer trekken naar de hockey dan jongens. Dus we als club zijnde, Drunen, maar dat geldt voor vele clubs, met name in de regio. Landelijk volgens mij ook, hebben we wel een jongensuitdaging. Dus wij zijn wel dringend op zoek naar de versterking van de jongens. Dat er steeds minder aanwas is, heeft volgens Tuk verschillende oorzaken. Ik denk sowieso verenigingen en clubs in de algemeenheid hebben het lastig. Dus een hockeyclub is daar geen uitzondering van. De samenleving is de afgelopen jaren toch wat individueler geworden. We vinden het lastig als gezinnen, als ouders, als kinderen om vast te zitten aan bepaalde tijdstippen van trainen en wedstrijden. En het aanbod is ook vergroot. Ik bedoel, er zijn gewoon zoveel mogelijkheden als ouder om je kind voorop te geven. Ook de kinderen weten wel waar het probleem ligt. Ja, ik weet niet, maar jongens zijn leuk als ze op hockey zitten. Dat is best knap dat ze dat kunnen en willen. Maar ja, meiden, dat past iets meer bij ja, hockey, denk ik. Het is super snel. Bij voetbal is het altijd best wel traag. En bij hockey is het wel wat sneller. Dus ga op hockey.